En dan zal ik even een van die twee mascara's laten zien. En toen kwam er een pakketje binnen. Dus ik heb hem eigenlijk automatisch mee naar boven genomen. Oh, ik heb zo'n trek in thee. Maar ik moet dadelijk de deur uit. Want... Ik zal kijken of ik net even een klein stukje van het terras nog snel kan filmen. Ik heb net even mijn nagels weer gedaan. Vlog. Het is vandaag vrijdag en zoals je ziet ben ik al beneden. En ik kan trouwens ook wel laten zien wat ik heb. Even kijken van welke deze is. Als het me lukt. Ja. Ja, dat niet. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Zij heeft de vlog net al geopend, maar ik weet nooit wat voor beelden dat zijn. Het is misschien dubbel op, misschien niet. We zijn wel heel erg op tijd uit ons bed. En dat is voor het eerst deze week, dus dat is echt wel lekker. Ik moet me nog opmaken. Ik had natuurlijk nog twee mascara's. Die ik ze laat zien. En hier ziet ze aan het vormen. Waar ik niet heel blij mee ben. Dus dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, ik ben wel heel blij met de concealer. Want die werkt alles wel echt heel mooi weg, moet ik zeggen. Dus dat is dan wel weer prettig. En hopen dat dit niet een dramagebied wordt. Zo, even snel en dan dit erop. En dan zal ik even een van die twee mascara's laten zien. Oké, de nieuwe mascara's zijn de... Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect. En de Bourjois Volume Glamour Extra Curl. Dat zijn deze twee. Ik heb ze allebei zelf al een keertje opgedaan. Ik moet zeggen dat ik deze vind ik heel erg mooi separeren. En dat vind ik altijd wel prettig. Maar ik vind hem wel te dun blijven met opzetten. Kan ook door de nieuwigheid nog zijn, want dat vind ik wel vaker, dat mascara's in het begin eigenlijk net te dun zijn de eerste paar keer dat je ze gebruikt. Maar kijk, hij separeert dus heel mooi. Ik weet niet eens of het scherp in beeld komt. Maar hij blijft te dun. Toen dacht ik, dit is dan wel op zich een hele mooie voor een eerste laag. En dan daarna bijvoorbeeld die andere of die Charlotte Tilbury. Die separeren iets minder, vind ik. Maar die geven dus wel weer beter dat volume. En omdat deze dan al met een laagje mascara gesepareerd heeft. Denk ik dat dat wel een heel mooi effect heeft. Dus dat is de tactiek vandaag. Deze zit wat dikker op. Kijk, dat zie je ook gelijk. Deze vult hem gelijk meer. Zo, nu zijn mijn ogen ook een beetje wakker. Ik heb echt nog zo'n slaapstem en slaapogen. Terwijl we toch wel even wakker zijn. Maar ik ben gewoon geen ochtendmens. Kijk, deze vult hem dus beter. Kijk, deze blijft hij dus echt heel dun. En deze die... Geeft dus wat meer volume. Maar ze blijven wel mooi gesepareerd door dat eerste laagje. Zo. Nou, even een tweede laag op. En dan even snel iets aan mijn haar doen. Ik heb het net gewassen. Gelijk maar de outfit van vandaag. Deze trui die is volgens mij van... Hops, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik heb mijn tijd niet aangehad. Ik ben er af en toe zo slecht in. Nee... Hij is van Fifth House. Broek, Levi, schoenen, Vagabond en oorbelletjes zijn van Anna Hai. We zijn nog beter op dreef dan ik dacht. Ik zet vaak Sarah de bakje klaar. En ik denk, waar is dat bakje nou gebleven? Ik kan het nergens vinden.
Dus ik kijk in de schooltas. Heeft ze hem zelf al gevuld met een kiwitje, lepeltje in de tas en al. En ik wou een appeltje schillen. Nou, dat hoeft dus al niet. Een brief voor de juf zit erin. Ja, dat was ook zo leuk. Ik eet zo veel hoor. Ik kreeg dus een datum mee. Want ze hebben elke keer wat anders voor haar boekbespreking. Dus toen hadden we het aan de juf gevraagd. Die zegt, nou, als ik er binnen ben, schrijf ik het op een post-it. Die plak ik op zo'n tafel. En dan hebben jullie de juiste datum. Oké, topplan. Dus ik krijg gisteren dat briefje. Ik denk, hè, dat kan toch niet? Is het Pasen dan? En dan is ze vrij. Dus ik had al zin, nou, dit kan nooit kloppen. Dus ik heb dat op datzelfde briefje weer teruggeschreven. Van ja, hoe zit dit? Want volgens mij zijn ze vrij deze maandag. Dat is de tweede paasdag. En de dag daarna hebben ze ook een lesvrije dag. Dus, ja. Maar eigenlijk zou die al... eerst zou die tijdens de schoollockdown zijn. Toen waren ze even naar school, was die verzet. Maar ja, toen zaten ze uiteindelijk weer een week thuis. Dus toen had ze hem uiteindelijk ook weer niet. Dus ik weet niet wanneer ze hem ooit gaat doen. Ja, ze hadden me best wel veel voorbereid al. Best wel ver was ze. Maar ja, als het dan weer een paar maanden duurt, ga je er ook niet een paar maanden lang elke keer aan verder. Dus ja, eigenlijk moet ze van een heel stuk opnieuw beginnen dadelijk weer. En we zijn op weg naar school. Ik ben weer thuis. En ik ga eerst even heel goed stofzuigen. Want er is gisteren toch vrij veel zand naar binnen gekomen. In ieder geval, het valt mee. Maar voor als je heel erg druk bezig bent om geen zand naar binnen te krijgen, is er best wel wat van zand naar binnen. Het ging net allemaal best wel snel. Ik was aan het stofzuigen, toen kwam Marco eigenlijk gelijk binnen. Die heeft even meegekeken met de tuin. Daar nog even bandjes voor de rand voor gehaald. Toen hebben we nog even wat dingen besproken, ook met het grofval wat hier weg moet en alles. Die is ondertussen weer weg. Mijn vloer is wel klaar. Maar ik moet al een beetje op gaan schieten, want ik zie de deur uit. Dus ik haal vast broodje Sarah eruit. Maar ik heb vanochtend, dat had ik volgens mij ook nog filmd, had ik ook al brood gegeten. Ik ben geen hele grote broodeter. Ik vind het soms lekker, maar ik moet niet twee keer op een dag brood. Dus ik denk dat ik zo even noedels tussendoor eet. Dus dan zet ik de waterkoker. Het was net voordat ik de deur uit ga. En dan als ik terugkom, zet ik hem nog heel even aan. Dan is die echt in 20 seconden klaar. En dan kan ik die noedels maken, want anders ga ik dat niet redden als lunch natuurlijk. Oh, het is zo lekker weer. Het is nog wel koud, maar het zonnetje, geweldig. Ik had net op tijd alles klaar en nu naar school aan het lopen. En dan gaan we even lekker gezellig samen lunchen. Ik vind dat altijd wel echt lekker, die dag in de week. Dat we gewoon echt samen lunchen. Ik heb 2 dagen dat ik echt flink wat kan doen. 1 omdat ze overblijft en 1 omdat ze bij mij lijkt. Dan heb ik 1 dag natuurlijk met die meiden samen. Dat was ook heel gezellig, maar dan zijn ze meer met elkaar bezig. En dan heb ik 1 dag dat we gaan samen lunchen. En dat vind ik altijd echt wel gewoon heel leuk. Dat is altijd even een fijn momentje. Sarah is weer gezellig thuis. En oh ja, Sarah, als je door eet, heb ik die... Ja, dat is die broek in die grotere maat. Daar kan je hem nog even passen. Maar eerst even door eten. En waarom dat ene t-shirtje niet zo mooi vindt? Nou, dat wordt bij de volgende lading die we bestellen. Komt goed. Die kost 25 euro. Die kost 25 euro, ja. En ik heb... Ik krijg al bijna mijn kinderbijslag. Ja, we leren jou... Op 1 april, kukker je bil die er nooit meer uit wil. Zo, dat is wel vervelend, want jij bent nu al 7 jaar, dus het wordt je 8e in april. Dan heb je dadelijk 8 kikkers in je bil. We hebben die... moest je er even tussen? Ja. We hebben die broek weer gepast. Ja, het schermpje die ging om. En deze, terwijl het 128 is... Ja, hij is ook perfect. Iets aan de lange kant bij het pijpen, maar niet eens in de weg. Dat vind ik alleen maar een voordeel, aangezien het natuurlijk een nieuwe broek is. En echt de pasvorm
sloot wel echt strak mooi aan, zonder dat hij te strak was. Even hier voorzichtig knippen. Knippen maar door. Kijk uit over je vingers. Je zit heel dicht. Rustig. Je knipt eigenlijk zo nog een keer in je broek. Hier. Kan je hem hier tussen schuiven? Dus een puntje. En dan kan je bijna. Kijk uit dat je niet in je vingers stopt. Nee, dat gaat niet zo. Het kan ook via de andere kant, maar kijk. Kijk, het kan ook zo, maar wat je dan doet, ga ik goed opletten. Dan knip ik niet, dan schuif ik hem eronder, dat hij aan de broek zit en dan snij ik hem door. En dan is die ook los. Nee, wacht, kijk. Als je vingertjes op die kleine dingetjes doet, trek je hem er zo uit en dan ligt het niet overal. En we zijn weer onderweg naar school. Ja. Ik wilde net de was gaan ophangen en toen kwam er een pakketje binnen. Dus ik heb hem eigenlijk automatisch mee naar boven genomen. Maar goed, als ze goed is, moet hij toch naar boven. Dus dat scheelt. Ik vond deze heel leuk. Maar ik twijfel of de maat goed is. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik wilde het sowieso even proberen. Ik heb deze besteld. Ik vond het zelf echt heel leuk. En deze is van CVRD. Dat is deze rok. En ik vond dit wel leuk, want op de een of andere manier kan je zo'n rok... Gewoon met een heel stoer shirt erop door die ruit. Heel casual dragen, maar je kan hem eigenlijk ook heel chic dragen. En hij heeft zo'n achtersplit. Ik ga hem denk ik gelijk even passen, want dan weet ik of hij goed is. Niet echt de charmantste manier om te laten zien, maar ik heb koude voeten, dus sokken. En ik heb ook niet de beste combi erbij aan. Maar hij zit verder wel goed. Ik vind hem echt heel leuk. Dus ja, met een heel stoer t-shirt, een beetje zo'n... rockband t-shirt of zo vind ik hem heel casual. En hij kan natuurlijk ook echt wel met een leuke blouse heel chic zijn of zo. Dus ik vind hem heel leuk. Oh, ik heb zo'n trek in thee. Maar ik moet dadelijk de deur uit. Want we mogen weer naar zwemles. En daar ben ik echt mee geblij om. De eerste keer dat zij over de been mag gaan zwemmen. Echt geweldig. Ze had natuurlijk de aangehaald. En precies, dat was precies net voor de sluiting. Dus ze is daarna niet meer in een zwembad geweest. Dus ik hoop dat ze niet weer halveerd is. Want dat is echt al een tijd terug. Ik heb net alle spullen klaargezet voor haar, voor zwemmen. Dus ik ga even mijn eigen spullen pakken. En dan ga ik ze ophalen. En ik ben zo benieuwd hoe het gaat. Zwemles is geweest en het ging, vond ik, best wel nog wat beter dan waar ik bang voor was. Nee, ik vind hem wat minder goed. Ja, je vond het gewoon nog moeilijk. Het is ook logisch, want het is... Je hebt geen zwemconditie meer, je vond het zwaar. En onwennig weer even, maar het ging niet zo slecht. Voor je meter vond ik eigenlijk. Ja, het ging wat moeilijker. Het ging absoluut niet op hetzelfde als 3 maanden geleden. Maar ik vond het niet slecht gaan. Take the compliment. We zijn thuis. En ze heeft de handdoek terug. De vriendinnetje van zwemmen, die had hem per ongeluk in de tas gedaan. En toen wisten ze eerst niet precies van wie die was. Dus toen met het afzwemmen, toen had haar vader het aan mij gevraagd. Het meisje altijd met de vader. En toen waren we erachter gekomen dat hij dus van Sarah was. Dus hij zou hem de keer daarna meenemen. Maar ja, er was al die tijd geen keer daarna. Dus die handdoek was al die maanden bij hun. En Sarah was al helemaal van, oh mijn handdoek, elke keer. Ik zei, maak je niet terug. Want die handdoek komt daarna gewoon terug. We weten bij wie die is, het is verder geen probleem. Dus maak je er niet druk om. Maar ja, dat duurde te lang. En nu heeft ze hem dus wel terug. Dus helemaal leuk. Dus nu hebben we na 3 maanden weer een handdoek. Het is ook echt een leuke handdoek. En nu ga ik koken. Ik kook altijd makkelijk. Op vrijdag. Omdat we natuurlijk echt precies zo na als ik moet koken thuis komen. Dus ik ga lekker een spaghetti carbonara even snel maken. En dan ga ik mijn spekje knippen. Ik knip het tegenwoordig altijd. Dat is zoveel makkelijker. En pasta staat erop. Maar ik ga vandaag wel. Oh, hier staan erop. Met spaghetti maken. Dit is echt spaghetti. Het smaakt ook echt als spaghetti. Niet als macaroni. Maar dan in van die kleine elleboogjes. En dat is echt fijn. Het eet makkelijk. Ik baal. Ik heb net zelf op bed gelegd. En ik kom beneden en het zonnetje is opeens weg. En ik was zo intens aan het genieten van de zon. Het was zo'n lekker zonnetje dat elke keer als ik echt in die zon stond of liep, dat ik me helemaal voelde opladen. Ik had het zo nodig.
En ik kreeg het vandaag, dus dat was echt mega fijn. Maar hij is gewoon echt te vroeg weg. Dus ik hoop dat hij morgen net zo lekker is. Misschien kan ik dan gewoon even in de tuin gewoon gaan zitten en wat dingen doen. Ik zal kijken of ik net even een klein stukje van het terras nog snel kan filmen. Oké, hier het vlonder. Het ligt helemaal vol zand, omdat we natuurlijk bezig zijn. En dit wordt het eerste stuk van het terras. Hier is Sarah er klimrek. En hier ligt het terrasje nu in. En daar, dat moet allemaal nog verder. Maar als we dus zo kijken, hebben we dus al een aardig stukje. Ik moet alleen wachten tot maandag voor het verder gaan. Maar als we zo doen, dan lijkt het al wat. Ik heb weer een hele hoop boodschapjes binnen. Ik ga het eerst weer sorteren. Oh, deze weer. Deze maak ik heel vaak. Deze is echt heel lekker. Maar ik maak altijd dubbele portie saus voor erin. Want dan is die dus nog lekkerder. Die saus is echt geweldig. Wel stroop. Hij leek een beetje zaagsel. Maar aan deze kant zie je dat het wel stro is. Dat voor de diertjes. Even kijken of ik nog iets boeiends heb. Oh, deze. Deze is nieuw bij de picknick. Guava. En die hebben ze wel van Maza. Maar Maza hebben ze niet bij de picknick. Dus ik zag deze nieuw in het assortiment. Ik denk, oh, deze wil ik echt proberen. Echt stom. Als je het zo uitpakt, lijkt het alweer veel minder boodschappen. Ik heb net even mijn nagels weer gedaan. De rode stukjes gingen loslaten. Want dat is natuurlijk eigenlijk alleen de aanzet. Dus dat zit minder stevig. Dan moet ik wel zeggen, ik weet niet of je dat zo kan zien. Maar hier dat wittige, zeg maar, dat is de bovenste laag van mijn nagel. Wat dan kapot is. Ja, je stelt het niet heel erg scherp. Af en toe zie je het een klein beetje zo op mijn nagels. Deze heeft het dan bijna niet. Deze heeft het op zich best wel erg. Ja, ik krijg het alleen scherp, maar je ziet dat dit erop. Dat is gewoon heel broos. En daarmee kan ik ze dus heel snel scheuren of inscheuren. Dat is ook waarom ik ze zo heb laten uitgroeien. Ik ga ze morgen wel lakken. Maar ik ben wel blij. Dit ziet er wel echt beter uit. En op zich zijn ze niet eens super kort. Het valt mee. Deze is iets korter. Mijn duimen zijn echt verschrikkelijk. Maar qua lengte gaat het wel. En omdat de rest relatief kort is. Als ik mijn duimen erbij lak, dan lijkt het nog wel wat. Dan doe ik gewoon mijn nagelriemen daar wat verder naar achter. Maar ik ben er zo blij mee. En ik ga ook echt pas nagels doen als ik zeker weet dat je geen lockdown erachteraan krijgt. Want dan laat je ze doen en dan wil je ze daarna af laten halen. En dan is alles dicht. Dat wil ik gewoon niet meer doen. Ik ben zo inspiratieloos elke keer voor mijn boodschappen. Oh, het lijkt een beetje of je alles al te vaak hebt gegeten. Dus ik moet echt nieuwe dingen verzinnen. Maar ik weet het gewoon af en toe niet meer. Dus echt. En het is lastig, omdat je toch 3 meningen hebt. En sommige dingen vinden we allemaal lekker. Maar sommige dingen ook niet. Dus ja, wat doe je dan soms? Wel handig. Op die picknicklijst kan je wel kijken wat je vaak koopt. Dus dan kan je wel enigszins denken van, nou ja, oh ja, dat hebben we een tijd niet gegeten. Omdat je dat dan weer terugziet. Nou, voor dinsdag. Ik hou nu een lijstje bij wat ik voor welke dag haal. Omdat ik ver vooruit bestel. Omdat ik op tijd moet bestellen. En anders, dat heb ik 1 keer gehad, maak ik iets wat dus niet de bedoeling was. Dat schiet niet echt op. Ik kan wel pizza doen die dag. Dat is misschien wel een goed idee. En nu ga ik lekker naar mijn bedje toe. Nog even de laatste dingen even recht zetten. Ik doe het kussentjes netjes, zoals jullie het weten. Maar ik ben echt, ik val in 1 keer me om. Dus ik wil wel echt snel gaan slapen. Maar ik wil de vlog natuurlijk, zoals altijd, nog even afsluiten. Dus ik wil je ook zoals altijd weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie onder achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!